Dus ik denk dat ik wat anders onder de leden heb. Kijk, Sarah heeft ook wat liefs van Mila gekregen. Laat maar zien. Ik heb net gegeten en toen stond... Ik ga even gebruik maken van dit momentje. Morgen. Het is vrijdag. Ik voel me op dit moment ietsjes beter, maar ik weet niet of dat doorzet natuurlijk voor de dag. Dat gaan we zien, maar ik maak wel even van het moment gebruik om gelijk even wat te eten. Dus ik heb even twee boterhammen geroosterd en met jam heb ik in ieder geval wat eten in mijn buik. Al heb ik echt geen trek, maar goed. Op het moment dat je niet blijft eten, ga je natuurlijk ook niet echt beter van voelen. Dus ik ga heel hard mijn best doen om dit op te eten en ik hoop dat dat meehelpt aan me beter voelen. Ik heb me aangekleed en gedoucht. Ik heb deze trui aan van Selected Femme en een gebreide legging. Ik weet niet waar die van is. Oh, en ik voel me niet heel veel beter ervan. Ik voel me ook niet slechter, dus dat is op zich wel goed. Ik voel me wel beter dan gisteren. Ik ben wel echt moe. Ik ben gewoon moe van douchen. Echt, het slaat nergens op. Maar sowieso denk ik niet dat ik COVID heb, want benauwd ben ik niet, weet je, al dat soort symptomen heb ik absoluut niet. Dus ik denk dat ik wat anders onder de leden heb, maar wat weet ik niet. Maar ja, het is gewoon even uitzieken en dan komt het vanzelf alweer goed. Kijk, Sarah heeft ook wat liefs van Mila gekregen. Laat maar zien wat je hebt gekregen. Wauw, die is mooi. Heel cool. En wat nog meer? Brownie. Oeh, dat is lekker. Die kunnen we later wel eten. Dat is lief van Mila, hè? Ja, en ze heeft hem ook nog net gemaakt. En als lunch proberen we eerst even een soepje. Ik heb net gegeten en toen stond Sarah er. En die heeft hier ook gelijk gegeten, want we hadden over. En Sarah is zich al klaar aan het maken voor haar bed. Wij drinken even thee en de picknick komt ook nog zo. En ik ben heel blij dat Sarah me vast voor de deur stond, want dan heb ik even aanspraak weer. Yay! Zo, hij is naar huis. Ze ligt lekker te slapen. En dat ga ik ook even doen op de bank, want ik ben er gewoon helemaal uitgeput van. Hoe gaat het ergens over? Dus, de boodschappen die zijn ook al gebracht. Dus ik ga even gebruik maken van dit momentje. Ik heb eindelijk weer een beetje kunnen slapen, omdat de nachten natuurlijk niet zo top gaan. Dus ik voel me wel weer iets beter. Daar ben ik blij om. Oho, en nu ga ik denk ik gewoon heel even tv kijken. Je moet toch iets, hè? Marco die is al naar bed gegaan net. Die moet heel vroeg op. Oho. Ik ben nog niet helemaal wakker. En zo komt er weer een einde aan een heel erg spannende avond. Die voornamelijk dus bestond uit slapen, wakker worden. En nu lekker naar mijn bed om te gaan slapen. Maar goed, ik voelde me vandaag al wel iets beter. Dus ik heb goede hoop dat ik me morgen een stuk beter voel. En dan zijn de vlogs ook weer wat leuker, hopelijk. We gaan het zien. En volgende week heb ik ze ook weer heel de week thuis, want haar klas die is volgende week niet open, of hoe moet ik het zeggen. De school is wel open, maar haar klas niet. Dus dan moeten we ook weer alles voor gaan aanpassen. Dus ik hoop echt dat ik dan wel weer up and running helemaal ben, want anders weet ik echt niet hoe ik dat moet gaan doen. Maar ja, dat is een zorg voor later. Ik ga me er nu verder even niet druk om maken. Ik ga nu lekker echt slapen voor hopelijk een hele goede nacht. En ik wil alleen de vlog nog even afsluiten. Dus bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei!